Iedere dag die je leeft, waarop je kunt genieten, waarop je iets kunt doen, dat is toch gewoon mooi. Ik leef meer dan ooit bij de dag. En dat is eigenlijk is dat een van de dingen die ik geleerd heb tijdens mijn bijzonder lange leuke leven. Dat je nooit moet opgeven en dat je nooit zult beginnen met een prachtig resultaat. Dat is altijd iets waar je echt dag in dag uit mee zit te stoeien. En daarom stop ik, wil ik hier nooit mee stoppen. Omdat het zoet na de uitdaging is zo heerlijk. Dan denk je, mooi, ja, ik hou nog even op mijn tafel. Ja. Hoe gaat het? Prima, ik kan tekenen, dus ben ik gelukkig. Maar je hebt wel wat tegenslagen gehad, hè? Gewoon omdat je ouder wordt. Ja, dat is iets wat je van tijd tot tijd probeert te ontkennen. Yeah. En soms kan dat ook helemaal niet. Ik moet mijn ogen meer inspannen eigenlijk dan vroeger, want je ogen worden er natuurlijk ook niet beter op. Ja, nou zeg je dat zo losjes, je ogen worden niet beter op, maar als er nou voor iemand de ogen belangrijk zijn, ja, is het wel voor iemand die zo intensief de natuur wil blijven bekijken. Ja, en vooral het feit dat ik zo van kleine dingetjes hou die ik ontdek. Ik zie je daar met de hond, ja. Want je hebt nu een hond, hè? En waarom kon dat nooit? Omdat we altijd naar Amerika gingen. Ja. Paar maanden per jaar waren we weg en dan kun je een hond niet aandoen. Dat bereik ik. Ja, het is nu achter de rug, niet het werken met Amerika, want dat gaat gewoon door. Want we kunnen, hoe heet dat, zoomen of zo. Ja. We zoomen, we telefoneren en onze zoon Misha zit daar en die licensed ook mijn werk over de hele wereld. Die zit in Amerika. En we walked off to look for a man. Marjolein, Hallmark, hè, waar we nou lopen, hoe belangrijk is dat voor jou? Oh, het is een verschrikkelijk belangrijk deel van mijn leven geworden. En dan denken misschien een heleboel mensen, oh ja, zoveel producten, zoveel kaarten. Maar dat is het niet. Het is gewoon, wat voor mij gebeurd is bij Hallmark, is eigenlijk de wetenschap wat mijn werk kan doen voor mensen. Nou, hier. Hier is mijn MB-room dan. Wat ga je doen? Ik ga het nieuwe programma bekijken wat net uit is. En dat ga ik bespreken. Ja, nieuwe producten voor de lente. En dan moet ik even mijn kaartje. Ja. Dan kunnen we naar binnen. Zal ik even maar eerst doorgaan? Dankjewel. Good morning, children. Good morning, Jeb. Three hugs for Holland. Yes. Helen. How nice to see you. Nice to see you. How are you? Good, thank you. Yeah, you look so good. Nice. Thank you. Very nice to good see to you see all you. Again. And I'm so curious. We have a lot of exciting product to show. I've seen that one. Very nice. And I think they did a wonderful job producing this, Marilyn. They actually cast each shell separately in porcelain and then hand assembled it so that we could have this depth and definition throughout the design. Very fine. And our new summer feature is displays your beautiful butterfly. The color of the butterflies with the flowers using delphinium and sunflowers and roses. I love the bumblebee on the clover there. Heb je wel eens wat afgewezen? Ik heb helemaal in het begin één keer één productie helemaal, die is helemaal verdwenen. Die mocht van mij niet op de markt komen. En dat is denk ik wel 14 jaar geleden.
daar was wel moed voor nodig, denk ik, of niet? Ja, maar het is gewoon het verdedigen van je eigen nest, je eigen kwaliteit. En bovendien wist iedereen ook meteen, daar moet je mee uitkijken. Want ik heb natuurlijk uiteindelijk de macht om te zeggen, nee, dit gaat er niet doorheen. En het was voor mij heel vreselijk. Ik herinner me nog dat ik vuurrood werd en dat ik daarna vreselijke hoofdpijn had. Maar ik dacht, ik moet dit gewoon doen. Ik kan niet iets door laten gaan. Ik kan niet contact maken met mensen, met iets waar ik niet zelf blij mee ben. To plant a garden is to believe in tomorrow. Yeah. En dan communiceer je na verloop van tijd met mensen tot in Japan. Oh ja. Wat voor gevoel geeft dat? Dat je ineens communiceert met de halve wereld? Maakt niet uit. Het is een heel natuurlijk gevoel. Want in Japan of in Australië of in Amerika praat ik eigenlijk tegen dezelfde mensen. Dat doe ik dus met mijn tekening en dat is internationaal. Dus ik praat net zo hard tegen iemand in Japan. Hoe heb je overigens de corona ondergaan? Je zou zeggen, ja, je hebt lekker zitten tekenen. Ja, dat heb ik zeker gedaan. Maar ik heb nog nooit zoveel over mijn leeftijd nagedacht. En ja, dat was denk ik ook wel een van de redenen waarom ik dacht, Amerika is nu genoeg om naartoe te gaan. We hebben onze handen vol hier in Nederland. Laten we het daar maar bij houden. Maar je hebt je wel in quarantaine gezet, hè? Maanden quarantaine. Vrij strikt, hè? Zeer strikt. We kwamen het terrein niet af, in Amerika. Want toen begon het net. En we wisten ook nog niet wat er allemaal vreselijk griezelig en gevaarlijk was. Dus we werden verzorgd door onze kinderen die daar ook naast ons op een terrein wonen. En die deden onze boodschappen en dat brachten ze dan met mijn tractortje en met allemaal spul voor handen en alles. Brachten ze bij ons. Dus zo zijn we 4 maanden in leven gebleven. Maar ja, ik heb heel veel tochten door de natuur daar gemaakt. Veel kardinalen gezien en toen hoefde ik nog niet na te denken over dit is de laatste keer dat ik ze zie. Ik dacht, dit is er voor altijd. Dus ik genoot met volle teugen de wasberen weer op mijn balkon. Ik hield er zoveel van. Maar ik was dolblij toen we na 4 maanden ook weer thuis op Honk aankwamen. En je verlangt niet meer terug naar die wasberen? Ik denk met heel veel hartstocht, kun je hartstochtelijk denken, aan de wasberen en de hele natuur daar terug. Krabbert. Voor alle duidelijkheid, dat is gewoon een levend wild bij jou. Dit mooi, is hè? Op je landgoedje. Ja, oh ja, en dit is nog een kleintje. Wat is het er voor een? Een, hoe heet je ook weer, painted turtle. Hij is helemaal niet blij. Nee. Joh, je mag op de televisie. Kom nou. Hè? Ja, je mag zo weer los. Dit hoor. Is droog zwemmen. Zal ik hem maar weer neerzetten? Ja, prachtig. Scherpe nageltjes. Gaat hij er gelijk van tussen of... Ja, die heeft het wel gezien. Kom binnen. En welkom. Dit huis is riant. Hey, dit huis hebben jullie ook helemaal zelf... Gaston, samen met de architect, hebben we zelf neergezet. Er was hier, dit waren velden met sojabonen en mais. Het was gewoon boerenland. Er was niks. Er was helemaal niks. Tot zover het oog reikt. En verder. En verder? Ja. Is dit je tuin? Ja. Noem je dit tuin nog? Nee, dit, eigenlijk tuin is een beetje om het huis. En dat is het veld waarin we mogen wonen. En dat hebben we ook allemaal omgezet in prairiegrassen met wilde prairiebloemen. Zoals het hier duizenden jaren geleden er ooit uitgezien heeft. Dus dat is helemaal gecultiveerd, zou ik maar zeggen. Het was gecultiveerd, maar wij hebben het weer teruggebracht in de natuurlijke staat. Da-da-da-dam. Ja. Hier gebeurt het. Hier gebeurt het, hè? Ja, moet je kijken hoe heerlijk je hier zit. Met aan alle kanten
Nou ja, de hele natuur om je heen, alsof je in een soort wildhut zit, hè? Hey, kijk hier. Wat is dat? Een rivierkreeftje. Die maken holletjes. Bijtje? Hier in de grond. Ja, hij zal misschien wel bijten. Kijk dan, joh. Maar kijk, een mooie schaar. Hij zit nu ook in de aanvalshouding. Scharen. Hier, knijp maar. Heb je ook een potlood in je hand? Jee. Nou, dan nemen we... Alles staat onder water. Even kijken hoor, of het... Oh ja, kom best joh. Ik kan er wel komen. Zal ik jou ook een hand geven? Dat is prima. En nou komt er ook weer een expositie, hè? Ja. Wat betekent zo'n expositie voor jou? Hoe leuk vind je het? Nou, het boeiend, of? Was eigenlijk zo dat ik tegen Sanna, onze dochter, gezegd had... Nou, ik ben 78, ik wil geen dingen meer die ik eng vind of spannend. Ik blijf lekker tekenen en schrijven. En geen tentoonstellingen meer, geen interviews meer. En Sanna zei toen, denk erom. Je hebt altijd via je tekeningen gepraat met zoveel mensen. En nou doe je ineens je deurtje dicht en je wilt niet meer. En toen dacht ik, ja, je hebt ook wel gelijk. Dus is er weer een tentoonstelling gekomen. En een hele mooie tentoonstelling over de plek waar wij wonen. Waar ik natuurlijk ontzettend veel van hou, omdat mijn hele leven erin zit. Vanaf mijn 8e jaar heb ik op de Veluwe gewoond. Dus echt alles, mijn hele puberteit en mijn verliefdheid in de hei bij Schaarsbergen. Samen met een soldaat. De hele natuur zit in mijn leven, in mij gebouwd. En daarom vind ik het eigenlijk wel heel erg leuk dat dit keer de tentoonstelling heet Ode aan de Veluwe. Want... Want dat doe ik eigenlijk met mijn werk, omdat ik zoveel teken van wat ik hier prachtig vind. Dit is de Hoge Veluwe, hè? Is dit nou voor jou typisch Nederlands? Nou, Nederland heeft ontzettend veel gezichten natuurlijk, maar voor mij is dit de plek in Nederland waar ik me helemaal mee vergroeid voel. Waar ik in hoor, waar ik alles ken, alle vogels, alle geuren, de mossen, de bomen. Voor mij is dit heel erg thuis, ja. En daar haal je dus ook inspiratie uit, denk ik dan? Ja, enorm veel. Er komt hier nu niet op dit moment een tekening, maar ik denk wel... Moet je toch kijken hoe prachtig daar die groep oude eiken in dat landschap staat. Is toch magnifiek. Maar kan jij hier, als je hier bijvoorbeeld staat en je ziet een goudvink of zo, dat je dan, ik zal maar zeggen, de onbedwingbare neiging krijgt? Ja, dat is echt waar. Het grote, dat is enorm fascinerend en prachtig. Maar bij mij gebeurt er iets met mijzelf als ik daarbij iets kleins ontdek wat daarbij hoort. Een bepaalde vogel die hier typisch in het landschap hoort. Je hoort hier telkens de leeuwerik over het veld zingen. Het is eigenlijk, een tekening begint eigenlijk altijd met een combinatie van heel veel kleine dingen die samen iets groots maken. Ja, mooi hè? Ja, daar zitten al mijn schatten in. Ja, van alles zit hier. Jeetje, en die ram? Ja, die heb ik een keer gekregen. Joh, zijn bek gaat open als je hem aanraakt. Ja, hij praat. Allemaal gebroken slakkenhuisjes die een lijster kapot geslagen heeft op een steen. En dat vind ik zo mooi.
Dat moet ik altijd oprapen. Ik heb potten vol van die gebroken slakkenhuisjes. Dat vind ik zo wonderlijk. En dit zijn hier geweien. En die heb je hier echt ook gevonden? Ja, die hebben we gevonden. Want er zaten hier twee herten, Ed en Fred, zaten hier op het terrein. En die wilden gewoon niet weg. Dus die hebben hier jaren met z'n tweeën, twee mannen, heel gelukkig samengeleefd. En zijn toch, ieder jaar werpen ze hun gewei af. En dat lag dan ergens in het bos. En dat vond ik niet meteen. En dan kun je ook zien hier dat de eekhoorns lekker hun kalk afgeknaagd hebben. Op, daar ook, ja. Maar dit blijft er dus over van een gewei? Ja. Ik kan er nog steeds niet mee ophouden, hoor. Ook al heb ik alles al drie dubbel. Daar komt Sneekertje. De bekende televisieserie Zwiebertje, die trouwens in 2001 nog werd uitgeroepen tot het beste tv-programma van de afgelopen jaren. Jouw vader schreef de boeken en was dus eigenlijk de geestelijk vader ook, hè, van Zwiebertje. Ja, dat is echt waar. En ik besef het nu ook meer dan vroeger. Vroeger, tuurlijk, mijn vader schreef Zwiebertje. Ja, Zwiebertje, oh, leuk. En iedereen heeft dan verhalen van, dan moest ik 5 cent geven bij ons in de straat. Had iemand televisie en dan moesten we de schoenen uitdoen allemaal op de stoep. Stond een hele rij schoenen en dan gingen we Zwiebertje kijken. Ja, hij creëerde een veilige wereld waarin we ons thuis zouden willen voelen. Ja. De wereld van Zwiebertje, een burgemeester, Saartje, de bron. Zo zat de wereld in elkaar. Ja. En af en toe zaten ze elkaar gemeen achter de broek. Jawel. Maar doe je hetzelfde? Ik doe precies hetzelfde. En dat heb ik eigenlijk pas de laatste jaren in de gaten. Dat wij heel sterk hetzelfde zijn. Wij willen ook allebei zelf achterblijven, iets brengen waar mensen gelukkig van worden, waar je zelf ook blij van wordt, waarvan je zelf denkt, ja, dit is de wereld waar we naar verlangen, waar we naartoe willen, die we ook nooit willen kwijtraken. Dat heb ik net zo als hij dat gedaan. Ben je nu trots op je vader? Ja, nu ben ik trots. Toen kon me allemaal niks schelen. Nou, weinig. Maar nu achteraf denk ik, jeetje, wat heeft die gekke vent, die net zo'n schichtig type is als ik, wat heeft hij toch gebracht eigenlijk? Jij maakt een kast met staanders of zonder staanders en de plank hangt in de lucht. Wat zie je nou toch te maken met staanders en zonder staanders en een plank in de lucht? Helemaal niet. Als ik het 1,90 meter moet zijn, dan neem ik gewoon voldoende hout mee. Dat is een idee. Ja. Heb je Zwiebertje eigenlijk wel eens ontmoet? Ja, regelmatig. Hij kwam bij ons thuis natuurlijk, samen met Saar en de burgemeester en Malle Pietje. En dan was mijn moeder hoog in de zenuwen, want allemaal van die enge mensen uit Hilversum, wat moeten ze drinken? Doet u mij maar een whisky soda. Mijn moeder helemaal in paniek, wat is dat, soda? Mam, ik geloof dat je er dan blokken ijs in moet doen. Mijn moeder was zo zenuwachtig dat ze dat glas over de schoot van Joop Doderen heen kiepte. Dan maken we 2 planken van 1,90 meter. Ja, nee, je hebt toch van die hele lange plank achter in je loodsje liggen? Nou, wat zou dat? Nou, dan neem ik een plank van 4 meter mee. Nou, ben je nou helemaal? Wat nou? Ja, waar moet je die dan zagen? Dat neem ik mee naar Saar. Die heeft achter de schuur op jou een zaagbok of een geit of weet ik wel wat voor ding staan. Nou, goed. En wij gingen, mijn zusje en ik en mijn moeder, met mijn moeder, gingen ook naar de repetities in Hilversum. Spannend, man. En dat waren nog met van die decors die een beetje zaten te wiebelen als je dat te dicht langs liep. En ik herinner me ook dat die cameramannen, die bleven er soms in. Die kregen echt achter de camera's de slappe lach. Want Joop Doderer deed het natuurlijk helemaal super geweldig. En die ging ook wel eens buiten de kantlijn om. En dat was echt dolle pret. Echt leuk. Ja. Oh ja, dat hangt. Ja? Wat heb jij dan nou? Wat is dit nou? Zwiebert! Zo! Wat een idiote lange plank. Nou, die is helemaal niet zo lang. Die leg ik alleen maar die ribje voor de deur neer. En nou weer lief lachen tegen je Zwiebertje. Ja, maar je hebt vanmorgen toch de maten genomen? Nou. En je zei dat je met Malle Piet op maat zou zagen alles. Dit heb ik ook, dit heb ik ook. Ze liggen allemaal op het karretje. Maar ik kom met die lange plank de hoek niet om. Ik ga ze zo halen. Dat
Dat heb ik ook. Maar die idiote lange plank dan. Hij was de schrijver. Ja. En dat kan je je eentje doen op een klein zolderkamertje. Dat deed hij in zijn werkkamertje met een haakje aan de binnenkant erop, zodat niemand hem kon storen. En mijn moeder moest de thee dan voor de deur neerzetten. Datzelfde heb ik ook. Precies zo. Ja, precies zo. Ik hou ook achteraf nog veel meer van hem dan toen. Maar omdat jij zijn erfenis bent. Omdat ik denk, hè, pap, wij samen, ieder met zijn eigen stem. Maar we hebben het wel over hetzelfde. Maar jullie worden allebei geprezen over het mooie wat je doet. Siebertje, zal iedereen zeggen, dat was een mooie serie. Het was een ontzettend lieve, leuke serie. En de kritiek op mijn werk is, je tekent de wereld veel te mooi, want zo is hij niet. Maar zo is hij wel. Alleen moet je je ogen afstoffen en even opnieuw bekijken en dingen weglaten. En dan hebben we het allemaal om ons heen. En dat wil ik eigenlijk met mijn tekeningen zeggen. Het is allemaal heel gewoon. Koolmees, de hoeveelste koolmees ben ik aan het tekenen. Maar hij leeft nog steeds en hij is bij me. Hij is bij dat wat ik buiten op tafel neerzet. Komt hij kijken, is er iets te eten. Het is allemaal waar je ook klaar voor bent. Ja. Wat je moet leren zien. En je moet niet meteen denken van, oh ja, maar die wereld die zijn we aan het verliezen. En je moet allemaal dat en dat. Ik wilde juist laten zien wat we hebben. En wat we nooit kwijt mogen raken. Omdat het zo verschrikkelijk mooi is. En hier hebben we dan de tweede vijver, de paddenvijver. Die is speciaal zonder vis. Ja. Want vissen eten de eitjes op van de salamanders. Ja, dat ben ik nu net aan het tekenen eigenlijk. Ga je lekker, jongen. met watermunt en die bloeide toen nog geel hartjes en zo. Neem je dit nou mee? Ja, dit neem ik mee. Om te tekenen. En deze is al uitgebloeid. Hij ruikt nog wel heel lekker. Maar je kunt zien hoe de blaadjes allemaal aan elkaar zitten. Ik zie hier bijvoorbeeld hier een blaadje staan, twee stipjes op. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Nou, en dat vind je dan ook terug, of niet? Nog niet. Nee, maar dat ga je dan wel doen? Ja, dat ga ik daar wel. Want ik hou heel veel van dingen die niet volmaakt zijn. Dingen die volmaakt zijn, zijn vaak voor mij een beetje saai. En ik vind vlekjes en gaatjes. Daar zit een verhaal achter. En een gaatje in een blad. Er is een rupsje geweest. Wat voor rupsje was dat dan? Het interesseert me allemaal. Maar soms lukt het bij jou niet. Dat weet ik toevallig, omdat ik je een keer aan de telefoon had toen iets niet lukte. Als je maar niet herhaalt wat ik toen zei. Nee, dat zeg ik niet. Okay. Maar wat lukt er dan niet? Wat lukt er dan niet? Je zou zeggen dat je bent zo geroutineerd. Nee, nooit. Nee. En dat is ook niet iets van de laatste tijd. Dat heb ik altijd gehad. Over de hele periode even vaak. Dat je iets in je hoofd hebt wat zo mooi is. Waarvan je denkt, ja, en zo moet hij op papier. En dat en dat. En evenwicht, kleur. En dan begin je met dat grote papier. En je gaat voorschetsen. En je denkt, nou, dat gaat nog wel. En dan ga je de eerste laag aquarel een beetje inkleuren. En dan denk je al van, ik weet het niet. Het zit niet goed met de balans. En eigenlijk moet je dan gewoon stoppen. En, opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Maar ik blijf dan door prutsen, denk ik. Maar het is geen prutsen, want dan op het eind ineens denk ik, ja, we zijn er, we komen er weer. Hij is er. Maar gooi je dan nooit een half product weg? Misschien één keer in de 10 jaar. Je hebt veel erkenning gekregen voor je werk, hè? Vind je dat zelf ook? Prijzen? Nou, dat valt wel mee, hoor. Ik heb echt niet zoveel prijzen. Dan ben ik ook geen prijzenjaagster. Vind jij dat jij genoeg erkenning hebt gekregen? Oh, maar dat kan me totaal niet schelen. Maar
Ik heb in Amerika... Een beetje moet het je wel kunnen schelen. Misschien nou, niet veel, maar... Nee, niet veel. Wat mij in Amerika verraste, echt totaal verraste, was het feit dat ik in New York de Achievement Award, Lifetime Achievement Award kreeg voor al mijn werk wat ik in Amerika gedaan heb en hoe dichtbij de natuur ik heel veel mensen gebracht had door mijn werk. En hoeveel steun in moeilijke momenten en blijdschap op feestelijke momenten, hoe dat allemaal overgekomen was. Dat vond ik eigenlijk totaal onverwacht. Heel fantastisch dat ik dat in Amerika kreeg, wat niet eens mijn eigen land is. Ik ben nog steeds wel heel erg van onder de indruk en dat heb ik ook ontzettend leuk gevonden. Ladies and gentlemen, it is my great personal privilege and with great pride that the Greeting Card Association presents the Louis Award for Lifetime Achievement to Marjolaine Bastion. Er zijn weinig mensen die zo intensief omgaan met de natuur als jij. Zeg je na al die jaren dat je de natuur beter begrijpt, of is voor jou het raadsel van de natuur groter geworden? Geen van beide. Ik denk na al die jaren, ik ben natuur. Ik woon in natuur, ik ben een deel van de natuur. Ik ben niet een mens in de natuur die alles weet of niet weet. Maar ik ben gewoon onderdeel van alles wat er bestaat. Ik hoor in die keten en ik zie mezelf niet meer. Ik ben pissebed of een vogeltje. Ik verander in wat ik teken en dat ben ik dan ook helemaal voor mijn gevoel. Maar kan jij begrijpen hoe zo'n ongelooflijk gecompliceerd insectje heeft kunnen ontstaan? Is dat nog steeds niet een eindeloze verwondering? De verwondering is er natuurlijk, maar zo diep denk ik niet eens na. Ik denk niet na over de reden of de oorsprong. Ik land, ik plant mezelf ergens. Ik accepteer alles en ik woon daarin. Moet je trouwens ruiken aan die blaadjes. Nou, dat weet jij. Jij hebt een grote vijver, hè? Ja. Zo lekker die pepermuntgeur, hè? Ja, pittig. Ja. Pittig zelf. Ja, ja. 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 Want ik heb gekeken of er nou nog ergens handel is. Nee, ik kan er geen afscheid van nemen. Nee, ik hou echt van ze als van mijn kinderen. Het is zo eigen, het zit zo geworteld in mij, mijn enthousiasme, misschien nog dieper, de reden waarom ik leef. Ik wil dat het als één sterke stem overblijft als ik er niet meer ben. En ik weet helemaal, ik heb geen idee wat er dan mee zou moeten gebeuren. Ik kan echt alles van me afzetten als ik teken, want het enige wat dan telt is evenwicht, kleur, komt de verrassing eigenlijk nog wel naar boven. Ik teken voor de 500ste keer een koolmees. Waarom is die nu anders dan zoveel jaar geleden? Een haar van Yogi. Yogi, je verhaard. Want die vonk die ik dan krijg, dat is een drama. Een fijn drama. Vuurwerk in mijn hoofd. Ik wil wat gaan doen. Ik heb een plan. Ik wil dit pakken. Maar verder drama? Nee, maar ik zie ook niet zo gauw drama. Ja, wat er met de hele wereld gebeurt, natuurlijk, dat is drama. Maar dat kan ik niet tekenen. Ik moet alleen tekenen, jongens,
kijk eens hoe mooi, wil je toch niet kwijt? Dat is mijn hele kleine boodschap tussendoor. Thank you.